Vanuit Lima trekken we verder zuidwaarts door een woestijnlandschap die kenmerkend is voor de kuststreek, van Lima naar Pisco. Vanuit de baai van Paracas varen we naar de Ballestas-eilanden. Ze worden ook wel de Peruaanse Galapagos genoemd, vanwege de uitbundige aanwezigheid van maritieme zoogdieren en vogels. In de baai van Pisco, op de vaarroute naar de eilanden, kunnen we een merkwaardige geoglyf bewonderen. Het is niet geweten wie de 250 meter hoge Paracas Candelabra gemaakt heeft. Vermoedelijk werd de kandelaar rond 200 voor Christus door de Paracas-cultuur gebouwd, maar dit is volgens verschillende archeologen onwaarschijnlijk. De Ballestas-eilanden bevinden zich in de Stille Oceaan, op een half uurtje varen van de kleine haven van Paracas, in de buurt van de stad Pisco. De naam komt van de vele bogen op de eilanden. De eilanden zelf kunnen niet betreden worden. Op de eilanden leven zo'n 25.000 zeeleeuwen, zeerobben en grote kolonies watervogels, zoals humboldtgenten, stormvogels, fregatvogels, drie soorten aalscholvers, bruine pelikanen en de humboldtpinguïn, die we vanuit onze boot van nabij kunnen bewonderen. De witte afzetting op de eilanden is guano. Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van dieren en is bekend om de zeer hoge concentratie meststoffen die erin zit. Om de 5 jaar wordt de laag guano van het eiland geschept en als mest verkocht. Okay.